De regering bij monden van de minister van Financiën, Stanley Ragubarsingh, die heeft er eerder deze week op een persconferentie aangegeven dat de regering over zal gaan tot verdere afbouw van de subsidies. Vooral de subsidies op brandstof, energie en gas. En dat stuit op heel veel weerstand vanuit de maatschappelijke groeperingen, maar ook in het parlement zijn er hele felle discussies hierover. Maar ook de Rafaksuur heeft zich intussen hierover uitgelaten op een persconferentie. We spraken er met de 20-voorzitter Steven Rijme, die als volgt hierop reageerde. Wat belangrijk is, denk ik, waar politici en zeker ook deze regering meer en meer zich moeten gaan realiseren. Het gaat allereerst om het mensfactor. De mens is centraal in alles. Het volk geeft je politieke regeerverantwoordelijkheid of politieke macht om hun belangen, om voor hun belangen op te komen. Het moment dat niet gebeurt, dan krijg je onrust, krijg je toename van discriminatie, je krijgt zoveel suïcide, want mensen zien door het bos heen de bomen niet meer. En je begrijpt dat er chaotische toestanden ontstaan waarbij mensen vinden dat het volk, en wij zeker als burgers, offers brengen. Maar we merken dat niet bij de zittende regering. En we zien juist dat ze met friends and family gaan naar dure reizen, heel wat geld worden opgenomen, dollars die dan ook als daggelden worden gebruikt. Dus het is verspilling. Dus wanneer nu, ik dacht dat meneer Gayadin en die minister van Financiën met die verklaring komen, dan zeg ik oké, je wil dat doen, maar laat het volk tenminste merken dat je om hun geeft. Maar laat het niet zo zijn dat we wakker worden en gewoon plotseling horen dat de service stations gaan sluiten. En sluiten ook. En binnen 24 uur hebben we 3 tot 4 gulden prijsverhoging. Met zulke gevolgen die het niet te overzien zijn. De deskundigen zeggen dat we binnen, dacht ik, 2 tot 3 maanden van een armoedegrens, minimumloon van 6.000, nee, minimumloon, salaris van 6.000 nu naar 12.000 zijn gegaan. Dat is bijna, kan je zeggen, overnight gebeurd. Dat betekent, Abtima zei Paiwang huur nou de meneer Ganesh, voor, laten we zeggen, $100. En dan man ben net door Afifi Duzung ete. Je kent de gevolgen. Want nu, hij kan die $100 nog misschien betalen. Misschien zegt de huurder, de verhuurder, mohor asani, mohor rekening. Maar stroom gaat omhoog, water gaat omhoog, de prijzen gaan omhoog, alles gaat omhoog. En niemand controleert met name de winkels, wij kunnen ze noemen volkswinkels, de buurtwinkels. Niemand controleren. Het is zo erg geworden dat sommige supermarkten waarbij je dacht misschien vanwege hun status duurder zouden zijn dan die normaal omusnesi. Maar dat moet kopen morgen omusnesi. Dus subsidie afschaffen, denk ik, moet je geleidelijk aandoen. En je moet het niet gewoon doen. Je moet het volk op voorbereiden. En je moet zeker wat men nu noemt, die subject subsidie, heel goed voorbereiden. Je moet me niet komen zeggen, ja, je gaat 14.000 burgers 1800 SRD, plus minus 1800 tot 1900 SRD geven. Maar wie krijgt het? Krijgt het 1800 VAP'ers? Dat weet ik niet. Ik heb vaak gezegd, laat men die dingen publiceren. Laten we zien wie die subject subsidie krijgt. Dus ik denk dat de regering het pad kwijt is. En ik vind het jammer dat dingen zo gaan. En we weten, het is een strijd tegen de race voor IMF. Maar zo doe je geen dingen. Dit geeft aan, jammer genoeg dat ik het zelf moet zeggen. Want wanneer ik zo sprak vroeger met de president, was hij zo overtuigend dat er een plan was. En ook met delen van zijn staf toen, je begrijp je, de mensen die de campagne voerden. Maar we zien nu dat er geen beleid is. Ik roep die regering nogmaals op om te gaan desnoods tot een overgangsregering. Om te gaan te praten met zowel parlementaire partijen als buitenparlementaire partijen. Laten we kijken hoe we Suriname een andere richting kunnen geven. En we moeten afstappen
van de gedachte dat wij in de coalitie, het volk heeft ons gezet. Want als het volk nu kon bepalen, als er nu verkiezingen waren, zouden ze merken dat het volk niet blij is met ze. En ze weten dat. Lees op social media. Ga in de buurt. Het volk is niet blij met deze regering. Dus ik denk dat we de regering meer en meer moeten gaan denken, zeker met name vader des lands, de president, om meer te praten met de oppositie en ook de buitenparlementaire partijen, om te kijken hoe kunnen we samen dit land opbouwen. VAP kan dat niet, ABOP kan dat niet, dat is al bewezen in die 2,5 jaar. En men kan steeds weer zeggen, ja, het catastrofe heeft de NDP-regering achtergelaten. Maar na 2,5 jaar, als je niet zo bezig was te verspillen, de dienstreizen, die meer dan 2000 mensen daar, die zitten, de VAP'ers zitten daar bij het kabinet, hoeveel, misschien een 1500 ook, ABOP'ers die zitten daar. Nee, het werkt niet. Ik denk dat we moeten beginnen, wat de VES zegt, met de simpele dingen. Goed bestuur, u begrijpt, als je nog steeds friends and family blijft benoemen, nadat je gezegd hebt dat je zou verbeteren, dan noem ik even de directeur van EBS nu, de huidige, dan is er geen vertrouwen. Dan wordt het volk bijna kan ik zeggen, ontmoedigd. En dat willen we niet hebben. We moeten juist als politici daar zijn om het volk hoop in te blazen. Om het volk te zeggen, hey, het gaat moeilijk, maar dit en dit doen we samen. Ook met de oppositie en alle terhande deskundigen om een betere weg op te gaan. Dus is een mondje vol, maar ik denk dat het anders kan. Had u een ander, los van de zaken die u net hebt aangehaald, heer Rijmen, over het niet in één keer afbouwen van de subsidies, had u nog andere voorstellen naar de regering toe wat ze zouden kunnen doen in deze periode? Absoluut. Ik kom steeds weer met hetzelfde voorstel. En iemand heeft ooit gezegd, deze regering luistert niet. Er zijn bestaande structuren die voor Santokki, voor Boutersen, voor Brunswijk altijd bezig zijn met het omzien naar de armen. De religieuze instellingen zijn een voorbeeld. Stichting 1 voor 12 is een voorbeeld. Stichting JPD is een voorbeeld. Mevrouw Gloria Botse is ook bezig. Mevrouw Emmy Hart met haar jongens. Bestaande structuren. Ik weet van de GC's, de Lions, die leveren ook hun bijdrage om de armoede te bestrijden. Werk met deze bestaande structuren. Breng ze samen in een platform en kijk hoe je via hun de noden van het volk kan verzachten. Nu bijvoorbeeld merk je ook dat scholen het initiatief nemen. Ik ken een school waar mevrouw Heidi Morman, ik noem de naam, wekelijks koken voor de leerlingen. Ja toch? Ik denk dat ze de onderdirecteur is, maar ik weet dat zij daar zit op de school. Toevallig is ze iemand die bij ons zit, daar bij Logos. En ik weet dat ze wekelijks koken. En dat ze proberen de broodjes die meneer Vis malen. Pak deze dingen op. Help die mensen. Of voor mijn part, laat die naschoolse opvang terugkomen. Maar let wel, zelf beheerd door de scholen. Het enige wat de regering zou kunnen doen, is misschien een kok ter beschikking stellen, zodat de leerkrachten dan niet in hun vrije tijd hoeven te koken. Maar er zijn genoeg mensen die werken toch bij de ambtenaren. Vraag een paar als ze hun functie willen veranderen. En of laat vragen, roep het leger in. Het leger zou ook kunnen helpen dat het leger dan op die scholen structureel, of dat men binnen het leger kookt en het eten levert die naschool. Maar het moet een goede controle zijn. Maar het moet niet in handen zijn van partijloyalisten en dat soort dingen, want dat hebben we al gezien in de regering NDP. Ik zou liever zeggen, laat die scholen het zelf beheren, of laat de stichtingen die de scholen onder zich hebben, EBG zelf beheren, RK Bisdom zelf beheren, de moslimassociatie zelf beheren. Zorg ervoor dat die subsidie dan naar hun toe gaat, en dan zij zorgen ervoor dat geen enkel kind vanaf, als ze het oppakken vanaf 1 maart, met een hongerige maag naar school gaat. En dan, je weet, ik weet niet als u die leeftijd hebt, ik heb eters meegemaakt. Toen was die structuur goed. Hoe dan hebben we weer voor, hoe dan maar verstaan heeft politiek. Want als ik zo kijk en luister naar de geschiedenis, dan corruptie naar altijd, maar nu is het openlijk.
Maar er moet een structuur komen. Het gaat eerst om de bevolking. De bevolking moet niet met hongerige magen. Nou, want wat krijg je nu? Als zo'n jongeman met een hongerige maag naar school gaat, hij mag berekenen dat beter hem gaat voeren, beter hem gaat roven. En als u kijkt naar de gemiddelde, ik heb geluisterd naar de voorlichting van de politie. De gemiddelde crimineel is onder de 20. Begrijp je? Zijn kleine jongens. En dan kunnen we zeggen, ja, de Manegascore en zo, maar wat voor toekomst hebben die jongens? Ik ben zelf als 17-jarige uit school gestapt, alleen om mijn moeder toe te helpen. Mijn broer was ook op school. We hebben gezegd, mama, wij gaan werken. Ik ging naar de militaire politie, hij begon een busbedrijf, alleen om te helpen. Toen was het niet zo erg. Dat was in de 80er jaren. Nu is het tweemaal erger. En een andere mentaliteit. Het materialisme heerst. Mensen willen snel rijk worden. Dus ik denk dat de regering moet gaan praten met actoren. En je moet kijken, ik wil scoren, omdat ik toch weer kom. Je komt niet meer aan de macht, dat is al een feit, begrijp je? Belangrijk is dat je toch nog probeert de belofte in te lossen. En samen met alle Surinamers, en voor mij liever bestanden, structuren, stichtingen, religieuze organisatie.